Ja, dat weet ik. Hé, hey, Marjolein. Ronald? Als iedereen een plaatsje wil gaan opzoeken, dan gaan wij van start. Als iedereen een plekje op gaat zoeken, dan kunnen we gaan beginnen, want het is tijd. De hoogste tijd. Ja. Ja, maar dat is altijd ter afsluiting, hè? U wordt bedankt. Ja, dat wordt nu echt een beetje plekje zoeken dan, hè? Oh, nou, het valt nog wel eigenlijk wel mee daar ook. Als je goed zicht wil hebben, denk ik, op het scherm hier achter mij, dan is het daar, denk ik, wat beter zitten dan daar. Maar dat is... U bent geheel vrij. Een hele goede morgen allemaal, beste mensen, vrienden van het goede bericht. Dat is wat ons inderdaad ook deze morgen bij elkaar brengt. Een geweldige, blijde tijding over een God die alles vast in handen heeft. Ongeacht de actualiteit. Ja. Want er is van alles aan de hand en je zou natuurlijk kunnen stellen dat dat in het algemeen het geval is. Het zij privé, het zij in de wereld om je heen of in de grote wereld van de politieke verhoudingen. Maar momenteel is er toch echt wel heel veel aan de hand. En dan denken we toch met name ook aan die omgeving waar het allemaal gaat gebeuren en waar de Bijbelse profetie juist ook met name over spreekt. Het zijn hele boeiende tijden ook. We zitten hier natuurlijk ook hoog en droog, dat moet ik er ook bij zeggen, op veilige afstand, wat heet, want ja, ook dat is betrekkelijk. Maar niettemin, het was zo dat ik vannacht, ja, dat was echt midden in de nacht, ik zou mijn dagstukje plaatsen, het was al helemaal geschreven, wat ik altijd doe, een stukje naar aanleiding van een Bijbelwoord. En ik was eigenlijk zo bezig ook met de actualiteit en de aanval van Iran op Israël. En dus ik heb het toen wat aangepast. En met name dat wat er nu gaande is, bezien vanuit profetisch perspectief. En het is heel apart, maar daar wil ik meteen dan even reclame voor maken. Aankomende donderdag, dan mag ik een Bijbelstudie geven in Capelle aan de IJssel. En dat gaat nu juist toevallig daar ook over. En dat was al lang tevoren zo gepland over de rol van Israël, over dat laatste rijk, dat ijzer, dat verpulvert en verbrijzelt. En dat sluit naadloos aan eigenlijk bij wat er gaande is. Ook vanuit dat opzicht, het is allemaal heel apart. Dat we dat nu in deze tijden ook mogen beleven. Ja, zo durf ik het ook wel te zeggen. Ik stel voor dat wij een lied gaan zingen. En dat is dit lied. En ja, ik vond het ook niet zo moeilijk om dit te kiezen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet en nooit. Hij kiest de zijne uit. Hij roept ook allen. Ja. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit. Hij roept die allen. Die het heden kent, de toekomst overziet. Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest ons vast volvoert.
zijn hand. De Heer, Hij komt, zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand die nooit heeft misgedacht. Doet met het heilig zwaard van geest omstrijden. De adem zijner lippen overmand. De zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Het plan der eeuwen vanaf het begin geeft alles zin. Zullen we deze samenkomst opdragen aan onze hemelse Vader. Trouwe God en Vader, we danken u dat we hier deze morgen, deze zondag, hier in april bij elkaar kunnen zijn in alle rust, in alle vrijheid. En dat is, zoals we zojuist ook al memoreren, bepaald geen vanzelfsprekendheid. Die rust en die vrede die wij hier relatief ook nog mogen kennen. Heer, we danken u dat we samen mogen komen rondom een geweldig woord. Dat spreekt van een God die werkelijk God is, alles omspant en omvat en die getrouw is. En die dat wat hij zich voorneemt en wat hij plant ook absoluut zal vervullen. Heer, we danken u dat we op die rots mogen staan en dat dat ons hier ook samenbrengt. En dat we in een wereld waar zoveel speelt, waar zoveel in beweging is en waar eigenlijk ook totaal geen vastigheid meer te vinden is, dat we werkelijk ons mogen richten op dat wat u al zoveel eeuwen, zoveel duizenden jaren tevoren hebt aangekondigd en hebt laten vastleggen. En dat we de schriften mogen hebben, die geweldige bibliotheek die, ja, die ons ter beschikking staat. Heer, we zijn buitengewoon bevoorrecht, als we daar enig zicht op mogen hebben. En inderdaad, ook dat is betrekkelijk. Ook dat is wat u geeft. En er is niets van onszelf bij. Maar we danken u bovenal voor het feit dat we God mogen kennen die om niet geeft. En die heel zijn schepping lief heeft. In genade draagt. En ook elk creatuur bemint. En nooit laat varen het werk van zijn handen. En dat u alles tot een goed einde gaat brengen. Door hem die ooit als bewijs van uw liefde zichzelf gaf tot een losprijs voor allen. En die werd opgewekt uit de doden op die derde dag. Vader, we danken u dat we een geweldig uitzicht op die toekomst mogen hebben. En dat we daarop ons mogen richten. Geef dat we zo vanmorgen ook een heerlijk samen zijn mogen beleven. Als de schriften opengaan. En we danken u ook voor de gelegenheid die we hebben om elkaar te ontmoeten, te spreken en een hart onder de riem te steken. En om te wijzen op waar het werkelijk om gaat. Zo in vertrouwen dragen we alles bij u op. In de naam van uw Zoon, de redder van deze wereld. Amen. En dan wil ik vragen aan Art of hij naar voren wil komen. Oh, jij wacht op mij natuurlijk, ja.
Goedemorgen allemaal. Ik mag even weer een klein voorwoordje doen. Foto, heb je het ook wel eens als je in de spiegel kijkt dat je een beetje een eenling voelt in deze wereld? De wereld lijkt steeds verder van ons af te komen of wij steeds dichter naar God toe. Ligt hoe je het bekijkt, maar ja, je voelt je wel eens een eenling. En we zijn allemaal een beetje eenlingen. Alhoewel, ik ben een tweeling. En daar wou ik het vanochtend even over hebben. Ik heb een levenslange ervaring daar ook mee. Maar het was wel grappig. Ik was op zoek naar een foto dat iemand in de spiegel kijkt. En een beetje die reflectie geeft naar eenling. Maar er klopt iets niet. Want hij heeft een overhemd aan en hij Colbert. Dus. Wel grappig, maar... ik kwam deze foto tegen en die is ook in elkaar gezet met behulp van AI, uiteraard. Daar kom ik straks nog even op terug. Tweelingen. Je hebt allerlei soorten tweelingen. We beginnen met twee-eigen tweeling. Iedereen kent deze wel uit de film. Nou, lijken totaal niet op elkaar. En het is natuurlijk op zich een hele grappige film, maar daar gaat het verder niet om. Het is of je hebt twee-eigen tweelingen. Jongens, meisjes, maar het kan ook een jongen en een meisje zijn. Ik ga dat straks even uitleggen. Maar je hebt ook één eigen tweeling, een andere beroemde, Art en Gert den Broer. Ja, dus ik ben nu ook een beetje eenling, want mijn wederhelft is er nu niet, maar goed, dat maakt niet uit. Dus die heb je ook nog. Één eigen tweeling, een tweeling is altijd van dezelfde gender. Tegenwoordig heb je heel veel genders, maar je hebt er eigenlijk maar gewoon bij twee natuurlijk, een jongen, meisje. Altijd jongen of meisje. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Ik ga dat straks nog even uitleggen wat ik net zei. Je hebt ook meerlingen. Je hebt tweelingen, maar je hebt ook meerlingen. Drielingen, vierlingen, vijflingen. Nou, dat komt ook regelmatig voor de laatste tijd. Trouwens, even terug te komen op dat één-eigen, twee-eigen. Sinds de jaren 1930 is mij een beetje meer achtergekomen hoe dat in elkaar steekt. Daarvoor had mij daar niet zoveel kennis van. Tussen dat eenijige en tweeijige verschil. Ook heel bijzonder. Maar goed, meerlingen. Dit is een achtling. Dit soort grote aantallen die komen voor door IVF-behandeling, kunstmatige inseminatie. Dus buiten het lichaam worden de eitjes bevrucht. Ik ga een beetje door op wat Dirk vorige keer naar voren heeft gebracht over die eisprong en dat soort dingen. Gaan we daar het ook nog even over hebben. Dit is een achtling. Zij noemen haar ook de octomum. Dat is alweer grappig. Maar het is niet natuurlijk. Het is onnatuurlijk. Het is kunstmatig. Maar in de dierenwereld komt het veel meer voor dat je geen tweeling hebt, maar echt een meerling. Laten we bij het varkentje beginnen. 14 biggetjes kunnen er geboren worden. Deze, zo'n zeug heeft ook 14 spenen, om het zo maar te zeggen. Een vrouw heeft 2 borsten, ja, voor een tweeling maximaal. En een varken die kan er 14 kwijt. Maar je hebt natuurlijk altijd weer baas boven baas. Een schildpad, zo'n zeeschildpad, die gaat eieren leggen, 75 eieren. Legt ongeveer, en dan komen er dan, ja, die komen praktisch allemaal uit. En dan worden er heel veel, halen het einde niet. Meestal maar 5 overleven het. De natuur is een beetje hard, lijkt wel, maar het is wel zo geschapen. Een kikkerdril, 600 tot 5000 eieren, waar ook heel veel van geconsumeerd worden door allerlei... dieren, moet ik gelijk denken even aan de titel van Dirk destijds. I love you, I love you. Ja, dat geldt natuurlijk voor de roofdieren ook. En niet vergeten de maanvis. Dat is echt de grootste eierlegger ter wereld. 300 miljoen. Die legt dan 300 miljoen, ja, kuit of eieren, hoe je het dan noemt. En die worden dan buiten het lichaam bevrucht. Dus, en dan gaan ze weg. Maar ja, ook dat is voedsel voor allerlei roofdieren. En er blijven er vaak maar 2 over. Dat is echt ongelooflijk. Dus ja, anders hadden we heel veel van die. Dit is wel extreem groot.
Ja, hoe zit dat met... laten we even naar de oorsprong gaan. De twee-eiige tweeling. Nou, man en vrouw. Vrouw krijgt een dubbele eisprong. En die worden allebei bevrucht. Die eitjes. En daar kunnen dus een jonge meisje of meisje-jongen of allebei uit voortkomen. En die hebben 50% DNA van elkaar. Dus daar zit echt wel een verschil in. Ze worden ook apart, groeien die op in de moeder. De een-eiige, dat is dus één eitje wat bevrucht wordt. Maar dat splitst zich binnen 8 dagen. Ze hebben dezelfde oorsprong. Die hebben 100% hetzelfde DNA. Dat is op zich wel heel bijzonder. Dus ik en mijn broer hebben 100% hetzelfde DNA. Dus stel dat wij crimineel zouden zijn. En dan gaan ze onderzoek doen. En dan, hoe dun het? Ja, zoek het maar uit. We komen er altijd mee weg. Dat is wel weer een heel groot voordeel. Maar ik zal het niet misbruiken. En dan heb je er nog één. Dat wist ik helemaal niet. Je hebt er nog een... eentje semi-een-eier. Dat schijnt weer heel bijzonder te zijn. Dat kwamen ze ook de laatste keer tegen in Australië en Amerika. Dus dat is een een-eicel die door twee zaadcellen bevrucht wordt. En die splitst zich ook. En dan heb je dus, het is een beetje onnatuurlijk. Foutje natuur wil ik niet zeggen. Maar iets heel ongebruikelijk, heel onnatuurlijk. En die hebben weer 75% DNA. Maar dat kan dus ook weer een jongen en een meisje zijn. Nou, heel apart verhaal. Ik laat het even wat het is. Want ik vond het wel bijzonder om toch even te benoemen. Maar dit is iets heel bijzonders. En dan heb je nog een andere soort tweeling. De Siamese tweeling. Dit is Chang en Eng, zo heten ze. Het is een beetje eng ook om te zien. Die komen uit Siam, het voorheen Thailand. En die zijn daar geboren. Die zaten dus aan elkaar. Eén eier is ze. Die zijn aan elkaar gegroeid met het borstbeen. En zij waren in 1811, zijn ze geboren, een beetje zo'n wereldattractie, weet je wel. Je hebt de vrouw met de baard en je had ook de tweede Siamese tweeling. Ging een beetje de wereld rond met de kermis. Uiteindelijk belanden ze in Amerika, zijn er ook getrouwd met twee verschillende vrouwen. Hadden kinderen enzovoort. Heel bijzonder. Ik ga daar verder niet op in. Maar het verhaal gaat toch verder. Die vrouwen hadden uiteindelijk een beetje boeien met elkaar. Dus, ja, maar hun zaten wel aan elkaar. Dus op een gegeven moment gingen ze op twee verschillende ranges wonen. En dan gingen ze om de 3 dagen. Gingen hun dus peddelen tussen de een en de ander. Dus, uiteindelijk is er één overleden. En binnen een aantal uur is die ander ook overleden. Omdat ze aan elkaar zaten. Ze konden gescheiden worden, maar dat wilde die niet. Dus ja, die waren echt live voor live. Tot het einde aan elkaar verbonden. Ik kwam van de week. Ik was hiermee bezig. Ik wilde een bepaalde kant op. En toen kwam er iets tussen. En toen kreeg dit verhaal toch een beetje een andere wending. Maar dit is dus wel eng. Dit kwam ik dus tegen in het AD. Mysterie ontrafeld, wetenschappers ontdekken hoe een een-eiige tweeling ontstaat. Dit is echt nieuw. Nou, wat is daarvoor nieuw aan? Het is een instituut, moet ik even goed voorlezen. In Maastricht heb je het ziekenhuis UM. En in samenwerking met het Biometrisch Merlin Instituut. En die kweken dus embryo's buiten de moeder om. En zij hebben de excuus om daar organen mee te kunnen kweken. Heel apart allemaal, heel bijzonder. En zij zijn er nu achtergekomen, buiten de baarmoeder om, dat er dus, hoe ontstaat zo'n een-eiige tweeling? Nou, dat vonden ze allemaal heel bijzonder. Dat is het ook. Trouwens, 1 op de 250 geboortes is een tweeling. Maar even terzijde. En toen las ik dat artikel. Ik zal het even een stukje uit voorlezen. Dus zij zijn aan het experimenteren met embryo's. Buiten de moeder om. Dit is echt nieuw. Je zou het baanbrekend kunnen noemen, zei die wetenschapper. We wisten al langer hoe een twee-eiige tweeling ontstond. Namelijk door de bevruchting van twee eicellen in de baarmoeder. Maar een een-eiige tweeling was een groot mysterie. Eigenlijk hebben we dit soort onderzoek buiten de baarmoeder zichtbaar gemaakt, wat daar binnenin onzichtbaar gebeurt. We weten natuurlijk niet 100% wat er in de baarmoeder afspeelt, maar het is buitengewoon waarschijnlijk dat het zo gebeurt. Nou, het blijft eigenlijk uit zijn woorden toch nog steeds een beetje een mysterie.
En zo zie je hoe bijzonder de schepping in elkaar zit. Zo'n eigen tweeling ontstaat uit één eitje, ja, wat heet toeval. Uiteindelijk komen er twee, ja, ik ben het voorbeeld daarvan. Toeval dat er twee mensen uitkomen. Dus in het prille begin is het al essentieel hoe het verloop is van zo'n bevruchting. En hun zijn er een beetje mee aan het experimenteren. Nou, een ander experiment. Dolly, het schaap, Sir Ian Wilnut, het was ook een Schotse wetenschapper, die heeft een schaap gekloond. Bij ons thuis zeggen ze wel eens, als mijn broer daar aankomt, zei, dan heb je kloon. Het lijkt heel erg op mij natuurlijk. Maar dit is echt wetenschappelijk, wat is wetenschap? Experiment. 1936, hier staat hij, lijkt er zelfs een beetje op. Goed, het schaap, hoe gaat dat in zijn werk? Even kort. Ze halen een, uit schaap A halen ze een cel. In dit geval uit de uier hebben ze een cel gehaald. Bij schaap B halen ze een eicel uit de baarmoeder. Dan halen ze de kern uit. En die cel van die schaap A, die gaan ze door middel van een elektrische manipulatie, zorgen ze dat die samen smelt. En dan heb je dus een eicel, bevruchte eicel, uit twee schapen. Allemaal buiten de schaap om. Hè? En die gaan ze doorontwikkelen, worden embryonen, zetten ze weer in het volgende, in het derde schaap wordt dat geplant. En uiteindelijk krijg je weer een kloon van schaap A. Nou, dit is nou niet echt natuurlijk, heel onnatuurlijk. Buiten heel de schepping om zij ze een beetje aan te experimenteren. Heel eng allemaal. Het schaap heet Dolly. Ja, Dolly, hoe kom je daarbij? Hoe kan dat dan? Pardon. Ja, inderdaad, het komt van Dolly Parton. En dan mag je er zelf invullen waar het op doel. Je hebt ook nog een sterrenbeeld, tweeling. Ook door God geschapen in de dierenriem. Ook benoemd door de schepper. Het sterrenbeeld tweeling. En het is wel mooi. We hadden een oom van mijn vrouwskant, een oom in Parijs, die was sterrenkundige. En die had ontdekt dat iedere ster een dubbelster heeft. Dus eigenlijk heeft iedere ster een tweelingster. En dat houdt het eigenlijk allemaal weer in evenwicht. Nou, in de kosmos. Hoe mooi kan het zijn? Alles is in evenwicht geschapen door de schepper. Ja, hele mooie ontdekking had hij er gedaan. En dan kwam ik nog een ander. Dit heet Gemini. De tweeling. Maar ik kwam nog een andere Gemini tegen. Dat was deze. Door Google. Een kunstmatige intelligentie systeem ontwikkeld. Het lijkt heel erg op ChatGPT, wat iedereen ook wel eens van gehoord heeft waarschijnlijk. Nou, Gemini geeft je creativiteit, productiviteit, geeft je creatief en productiviteit een boost. Nou, dan gaan ze zelfs chat om mee te beginnen enzovoort. Dus dit is ook iets, ja, het heet Gemini, tweeling enzovoort, maar het is weer een kunstmatige intelligentie die ontwikkeld is. Even daarop doorgaan. Ik heb dit plaatje, we kennen allemaal dat plaatje van Leonardo da Vinci met Adam en God. Maar hier staat het robotje tussen en iets kunstmatig. Nou, ik heb de laatste tijd zoiets als je het woord kunstmatig ergens in ziet staan of hoort van hier klopt iets niet. Je hebt bijvoorbeeld iemand kunstmatig in leven houden. Kunstmatige lichtbron, nou die hebben we hier ook. Het is niet de zon, maar iets kunstmatig. Een kunstmatig gemaakt eiland, dat heb je in Saudi-Arabië heb je dat allemaal. Kunstmatig in stand houden door subsidie te geven, is ook allemaal niet natuurlijk, normaal. En je hebt kunstmatige intelligentie. Nou, alles wat kunstmatig is, is niet correct, is onnatuurlijk, is nep. Dus zet er altijd even een vraagteken. Bij God is niks kunstmatig, het is gewoon zoals het geschapen is, origineel. Puur. Onthoud dat. Maar hier staat een kunstmatige intelligentie tussen God en de mensheid in. Wat je hier ziet. Dat geeft alleen maar nog meer verwijdering van de mensheid tussen God. Nou, er is maar één die eigenlijk daartussen hoort te staan. Dat is Christus. Die hoort tussen God en de mensheid te staan. AI komt daarvoor in de plaats. Het wordt een soort nieuwe God. Ja, ik heb het er al eens vaker over gehad. Let erop. Het gaat zo grote vormen krijgen dat we het bijna niet voor kunnen stellen.
Ja, moeten we ons zorgen maken? Nee. God heeft altijd alles in zijn hand. God is de Alfa en de Omega en die komt met alles tot zijn doel. En al is de wereld vervreemd van God, door Christus komt het weer bij elkaar. En dan wil ik eindigen met een tekst waar ik u even op wilde wijzen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw. Twee genders. Schiep hij hem. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. En niet met allerlei kunstmatige inseminaties en dat soort dingen. Nee, gewoon natuurlijk zoals het geschapen is en bedoeld is. En Genesis 1 eindigt dan met de tekst. En God zag alles wat hij had gemaakt en zie, het was zeer goed. Een mens hoeft daar helemaal niks aan toe te voegen. Aan heel die schepping. Het is gewoon heel mooi gemaakt, perfect. Niks menselijks. De laatste dia staat, wordt vervolgd. Ik was met het onderwerp bezig. Het werd vrij groot. Ik heb het gesplitst in tweeën. Dus we hebben deel 1 nu gehad. Deel 2 komt. Een tweeling komt altijd in tweeën. Eerste. Dat was ik. En daarna komt de tweede. En Genesis 1 eindigt trouwens helemaal met... Daar staat wat ik net voorlas. En daarna staat er nog een keer, toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. Nou, daar zitten we wel een beetje in natuurlijk. Volgende keer ga ik het over deel 2 van tweelingen hebben. Dan gaan we wat dieper of wat hoger. Maar ik heb nu laten zien, meer gericht op de schepping. En dan wil ik uitleggen wat meer op het hemelse en het bijbelse. Nou, André, rol 1 zit erop. Rol 2 is voor jou. Dankjewel, Art. Heel boeiend, zeg. En het, geloof het of niet, maar dat wat ik vanmorgen wil vertellen, sluit daar eigenlijk naadloos bij aan. En dat zonder dat wij het hebben besproken vooraf. Helemaal, artsinitiatief staat helemaal los van dat wat ik had gepland. Maar ja, dat blijkt eigenlijk al uit de titel. Gevaarlijk rollenspel. En feitelijk, ja, waar Art het over... Want u dacht dat u Art zag, hier, maar het was eigenlijk... Ja. Hij speelde een rol. Zou zomaar kunnen, hè? Een heleboel van u zou het wellicht niet eens hebben gezien en opgemerkt. Ik wel trouwens. Ja, dat wel. Ja, en Caroline, jij ook, hè? Ja. Goed. Nou, het is zo... waar ik het over wil hebben, dat sluit aan bij wat ik vorige week zondag op Urk, zo zeg ik dat netjes, heb besproken. En toen was de titel van wat ik daar heb verteld, hypocrisie van valse woorden. Of zoals de MBG-vertaling dat zegt, huichelarij van leugensprekers. En de meeste van u waren daar niet bij. Een paar uitzonderingen waren daar slechts. En dit is min of meer een vervolg daarop. En ik kan u geruststellen, dit is geheel onafhankelijk te beluisteren en ook te begrijpen van wat ik vorige week heb verteld. Maar het sluit er wel op aan. Het gaat namelijk inderdaad over rollenspel, over hypocrisie en over toneel. Maar laat ik dan, voordat we dat gaan doen, eerst eventjes nog naar dat gedeelte toe gaan. Waar die uitdrukking van de hypocrisie van valse woorden
aan ontleend is. En dat is 1 Timotheus 4. Ik heb dat vorige week dus ook besproken. Nu een iets andere invalshoek. En ik kan daar over een aantal dingen gewoon redelijk kort zijn. Paulus had in deze persoonlijke brief aan Timotheus, had hij al geweldige dingen naar voren gebracht. Maar hij waarschuwt dan ook. Je ziet dat eigenlijk ook meteen in de wijze waarop hij dit formuleert. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden. En daar zit iets in besloten. Een contrast. Een tegenstelling. Namelijk, dat wat ik je vertel, de gezonde woorden, dat is een van die sleuteltermen die in deze brieven nogal vaak dus naar voren komen. Er zal van worden afgeweken. Want het is heel opmerkelijk zoals Paulus spreekt over het geweldige evangelie wat aan hem is toevertrouwd en waarvan hij ook de apostel is en de leermeester van de natie. Zo noemt hij zich ook in deze brief. Heel uitdrukkelijk, God heeft hem daartoe uitverkoren om die boodschap van die ene grote God die alles in zijn hand heeft en die de redder is van alle mensen, dat is trouwens ook 1 Timotheus 4, de redder van alle mensen, speciaal van hen die geloven. Dan zegt hij, beveel en leer dit. Maar hij waarschuwt aan het begin van dit hoofdstuk al voor het feit dat er een andere kant op zou gaan in de christenheid. Hij waarschuwt, daar komt het gewoon op neer. De christenheid zou eigenlijk van kwaad tot erger zich ontwikkelen. Hij zegt, de geest zegt dat, Gods geest zegt dat uitdrukkelijk. En dat in latere tijden, en die tijden, dat is eigenlijk de tijden vanaf het moment dat hij dit schreef, meer speciaal ook straks, als ik er niet meer ben, de tijd na de apostelen. Om het eventjes in een tijdschema voor te stellen. Je hebt dus ergens het begin van onze jaartelling, dat de apostelen, dit is een tijdlijn trouwens van 2000 jaar, de apostelen gingen ergens, die traden op in de eerste eeuw. En na hun heen gaan begonnen die latere tijden. En ik moet erop wijzen, dat is een uitdrukking die erop lijkt, maar wel degelijk anders is. En dat is de uitdrukking die hij gebruikt, bijvoorbeeld in de 2e Timotheusbrief, als hij waarschuwt voor wat er in de laatste dagen gebeurt. U voelt het al, later is een, om het eventjes, je bent docent Nederlands geweest of niet, dat is een vergrotende trap. En laatste, dat is een overtreffende, de overtreffende trap, precies. In latere tijden, dat zijn in feite alle tijden na het heengaan van de apostelen. En de laatste dagen, die kan ik niet per se markeren. Ik weet niet precies wanneer die beginnen. Ik weet wel wanneer ze ongeveer eindigen. Maar dat is de periode, de slotfase. Dat zie je ook heel duidelijk als Paulus dat zegt. Dat is de slotfase van deze aion. De slotfase ook van de gemeente hier op aarde. Dat is dus, ik zal straks ook laten zien hoe daar een sprake is van een ontwikkeling, een neergaande ontwikkeling. Dat plaatje komt straks dus nog een keertje voorbij. Maar Paulus zegt, de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof. En die sommigen, dat blijkt hier uit de context, dat zijn juist leraren. Dat is heel effectief als je de mensen in het algemeen op een ander spoor wil zetten. Dan moet je bij de, zoals dat dan heet, de influencer zijn. Degene die het onderwijs vertellen. En als die om zijn, dan heb je in feite maar een kleine groep nodig. En dat zie je bijvoorbeeld ook, ik kom er straks nog even op terug, dat je in de vierde eeuw kreeg je dan, had je daar zo'n concilie. Dat waren, er waren een paar honderd bisschoppen bij elkaar. En die hebben toen eigenlijk besloten, in dogmatisch, een dogma betekent een besluit, die hebben besloten, dit is voortaan de leer. En dat was van de drie-eenheid en van de helle straf. Al die dingen zijn toen ook vastgelegd. En
dat waren maar een kleine groep. Dat waren maar sommigen, jawel. Maar daardoor, omdat zij eigenlijk bepalend waren, beslissend waren, leidend waren, ja, ging de rest daarin mee. Maar Paulus zegt ook, sommigen zullen dan afstand nemen. Dat staat in het Grieks een woordje dat... Ja, in de MBG-vertaling, trouwens de Statenvertaling ook, geeft het weer met, die zullen afvallen. Maar het is niet afvallen. Het is afvallen, dat kan nog iets per ongeluk zijn. Ja, afvallen kan ook heel bewust zijn en dat kost het heel veel moeite. Ik hoor het ook wel eens een keer voorbij komen. Als oproep dan, hè. Ja. Maar afstand nemen... Dat is, het Griekse woord is apostasia. Apo is een voorzetsel, betekent vanaf. En dat stasia heeft te maken met staan. Met, ja, dus af, ergens van afstaan. Of afstand nemen. En Paulus voorzegt dat. In het Grieks, in het Engels zie je dat trouwens. Dat is gewoon een Engels woord, apostasia. Dat is afstand. Men zal afstand nemen en wel van het geloof. En met het geloof bedoelt Paulus dan ook. De geloofswaarheid. Het is niet zozeer, het is geen werkwoord. Ik geloof, jij gelooft. Nee, het is de geloofswaarheid. Dat wil zeggen de gezonde woorden, de gezonde leer. Zoals Paulus die onder de natiën had onderwezen. Had vastgelegd, opgetekend. Zodat wij daar nu kennis van kunnen nemen. Wel, men zou in latere tijden daar afstand van nemen. Dat voorzegt hij en met grote nadruk. Ik moet er trouwens ook bij zeggen dat hij dat al eerder ook had gedaan. Vandaar ook uitdrukkelijk. Het is iets wat je uitdrukkelijk doet. Dat doe je ook bij herhaling. En ooit had hij op het strand van Mileten, al in Handelingen 22 lees je dat, had hij al heel duidelijk ook voorzegd dat die ontwikkeling zich zou gaan aftekenen. Sommigen zullen afstand nemen van het geloof. Je krijgt dus dit verhaal. Ik gaf deze dia, tenminste een andere versie daarvan, zojuist al eventjes. Toen wees ik er al eventjes op van wat je, als dit nou de hele kerkgeschiedenis is, vanaf het begin tot aan, tot waaraan we nu zijn. En de zes dagen, om even met Art te spreken, de zes millennia zijn zo'n beetje voorbij. En in ieder geval, wat Paulus voor zegt, er zal sprake zijn van een apostasia, een afstand nemen van het geloof. En dat begint dan met sommigen, maar als dat de invloedrijken en de leiders zijn, dan gaat de rest mee. En dan zie je ook in latere tijden, volgend jaar gaan we ongetwijfeld heel veel horen over Nicea. Waarom? Omdat het dan precies 1700 jaar geleden is dat het de belangrijkste kerkelijke concilie, ecumenische concilie, waar alle kerkelijke belijdenissen, van Rooms-Katholiek tot Grieks-Orthodox tot Protestants, maakt niet uit, alle belijdenisgeschriften gaan terug op die orthodoxe leer van het concilie van Nicea. Toen is al per decreet zijn dingen afgesproken. Bijvoorbeeld ook de leer van de drie-eenheid en zodanig dat als je daarin niet gelooft, dan ben je voor eindeloos verloren. Voor eeuwig verloren, ja. Dat is toen besloten. Dat zijn... daar was een andere figuur, Athanasius. Daar heb je ook een geloofsbelijdenis van. En daar werd dat allemaal zo geformuleerd. En men nam ook heel duidelijk afstand van Israël. En de paasdatum werd daar toen ook besloten. Het flautere feit dat twee weken geleden Pasen gevierd werd... Dat is waarom op die datum? Nou, dat is toen al in Nicea geregeld. Dus ga niet denken van, oh, dat is Nicea, dat was zoveel 1700 jaar geleden. Daar hebben wij niks mee te maken. Jawel, daar hebben we alles nog mee te maken. De hele christenheid, de orthodoxie, is daarop gebaseerd. Sterker nog, onze hoogtijden zijn daar geregeld en besloten. En het zou uiteindelijk, dat het inderdaad een neergaande ontwikkeling is, is niet alleen maar omdat Paulus voor zegt van, ja, men zal, begint met sommigen die afstand zullen nemen. Uiteindelijk, en dat is wat hij voor zegt over de laatste dagen, men zal de gezonde leer niet meer verdragen. Dat is het eind van het liedje. Dus ik vind het toch van belang om het te zeggen, Paulus zegt het ook met nadruk, waarom? Wel, in
contrast tot het geweldige evangelie, het goede bericht wat hij heeft doorgegeven, dat alles overtreffend is, voorzegt hij ook dat degene die geacht worden en waarvan iedereen denkt dat zij de dragers daarvan zijn, de vertolkers ervan zijn, ja, hij voorzegt, dat gaat dus niet gebeuren. Zij zullen daarvan afstaan. Dat moet je weten, want anders zou je denken van, nou ja, goed, als je wil weten van wat het evangelie is, dan ga je gewoon naar degene die, ja, die geacht worden dat te vertellen. Dan ga je wat er in de kerk verteld wordt, alles wat christelijk heet. Ja, Paulus zegt, dat is dus niet zo. En het eindigt dus zo dat men in het algemeen niet eens meer op het moment dat je komt met de gezonde leer, gewoon dat onderwijs wat Paulus heeft gegeven, dat verdraagt men niet eens meer. Men wil er niets van weten. Dus ja, het is niet voor niks een neerwaartse pijl dat apostasia, of dat afstand nemen van het geloof, dat zou al, nou, dat tekende zich feitelijk al in Paulus' eigen dagen af. En in latere tijden zou het echt voortgezet worden. En per decreet ook zo worden ingeleid. En uiteindelijk, ja, nou zou de hele christenheid dus totaal dus verziekt zijn. Want dat is wat je krijgt als de gezonde leer niet meer verdraagd wordt. Nou, want ik ben nog steeds niet eigenlijk bij mij, zoals we vaker hebben, maar ja, ik moest dit toch even zeggen, hoe dat dan in zijn werk gaat. Want dan zegt hij, terwijl zij dus, men zal de, hoe stond het nou ook weer? Oh ja, sommigen zullen afstand nemen van het geloof, terwijl ze acht geven, dus hoe gaat dat in zijn werk? Nou, ze geven acht op misleidende geesten. En hij noemt het leringen van demonen. En dan moet je weten dat het woord demon, helaas wordt het in onze vertalingen weergegeven met boze geest. Boze geesten, meervoud. Maar dat is niet correct. In het woordje demon zit geen morele kwalificatie, boos in. Dat is het wel, maar dat zit niet in het woord zelf, zo bedoel ik het. En demonen, dat zijn gewoon de goden van de volkeren. En zodat leringen, de Grieken noemden hun goden demonen. En dat betekent dus dat ook leringen van demonen niks anders dan leringen zijn van, ja, de goden uit de andere volkeren of leringen van uit andere religies. En er zijn er vele. Ik bedoel, de Grieken hadden ook een heel pantheon. Hè? Dat wil zeggen een hele scala van demonen. En toen Paulus in Athene was, toen dachten ze dat hij weer een demon verkondigde die zij nog niet kenden. Ze waren zeer nieuwsgierig en ze vertelden, nou kom maar op, vertel me eens over die demon. Dat was geen beschuldiging of verdachtmaking. Maar ja, dus met zoveel goden kan er altijd nog wel eentje bij. En ze hadden daar een sokkel staan in Athene. Er stonden allemaal beelden, maar Paulus die had daar ook in Athene had hij ook nog een beeld gezien. Nee, eigenlijk geen beeld. Hij had alleen een sokkel gezien en er stond onder een inscriptie voor de onbekende god. Ja, daar kon je geen beeld van maken natuurlijk. Hè? Dus dat was gewoon een lege sokkel. Met zo van, excuus, we zijn met al die goden die we hier hebben, zullen we er ongetwijfeld wel één vergeten zijn. Nou, bij deze is daar aan gewijd. Voor de onbekende god. En Paulus zegt, die god die jullie niet kennen, die verkondig ik. Dus hij haakt daar helemaal op aan. Mooi zoals hij dat, die daar de aansluiting op zoekt en vindt. Maar die leringen van demonen, dat zijn leringen uit heidense religies. Wat Paulus zegt, wat er gaat gebeuren, is als ze afstand gaan nemen van het geloof, dat komt omdat men overneemt, kopieert uit de religies die daar al zijn. En vandaar ook dat het meer godendom, zal het polytheïsme, dat wil zeggen niet één god, maar meerdere goden, is via een achterdeur gewoon in het christendom ook geïntroduceerd. Ja, dan kreeg je het was altijd één god, de vader, ja, maar toen werd het meerdere goden. En ook de leer van de onsterfelijke ziel, die heeft men overgenomen. Als een mens sterft, dan gaat hij niet echt dood, maar dan leeft hij op een andere manier voort, wat de hele opstanding feitelijk tot iets zinloos maakt. En ja,
over demonisch gesproken. Dat is de leer van de eindeloze helstraf wel hoor. Maar dat, is allemaal, dat zijn allemaal leringen waarin die duidelijk afstand nemen van het gezonde onderwijs dat Paulus gaf. Maar Paulus zegt, dat gaat gebeuren. En dat is inderdaad, deze voorzegging was niet alleen een waarschuwing van misschien kijk uit dat het zo zou gaan. Nee, hij zegt, hij voorzegt, zo zal het gaan. En deal ermee. Dat wil zeggen, wees erop bedacht en houd daar rekening mee. Zodat je weet, zodat je ook je geen illusies hoeft te maken over, dat, over de ontwikkelingen. Word daar niet droevig over, of in ieder geval gedesillusioneerd. Nee, je weet het van tevoren. Dat is handig, hè? Tegenvallers, ze zeggen wel eens tegenvallers die ontstaan alleen maar doordat je hoge verwachtingen hebt. Dat wil zeggen, frustratie heeft een, daar heb je een bepaalde mindset voor nodig, hè? Je kunt alleen maar gefrustreerd raken als je ergens hoge verwachtingen van had, die niet uitkomen. Dan raak je teleurgesteld. Ja, als je van tevoren al geen hoge pet ervan op had, dan ben je veel minder teleurgesteld. Vandaar dat optimisten, dus, vandaar dat optimisten, dat is een beetje een raar verhaal misschien, vaak zo gefrustreerd eindigen. Ja, als je je hoop en verwachtingen hebt gesteld op mensen en deze wereld en zo, ja, dan zie je van, nou, dan moet je vaak dingen bijstellen. Overigens, ik ben erg optimistisch hoor. Maar dat heeft een andere reden, ja. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn aantekeningen bij te maken bij de laatste opmerking die ik maakte, maar goed. Oké. En nou komen we toch, ja. Ze doen afstand van het geloof door misleidende leringen, ja. En leringen van demonen. En dan staat erbij, hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je notabene in de christenheid, in het christendom, als godsdienst, als stelsel, hoe krijg je het voor elkaar om zulke dwaalgeesten, leringen van demonen binnen te loodsen? Nou, zegt Paulus, dat gebeurt door, of eigenlijk zegt hij in, hypocrisie van valse woorden. Of de NBG vertaling zegt huichelarij, maar hypocriet is hetzelfde als, als huichelen. Of huichelaar, huichelarij. Dat is een heel interessant woord, want het Griekse woord voor hypocrisie, dat betekende in de Griekse taal gewoon toneelspel. Dus het was, ja, het hangt af van de context, maar op zich is het dus niet eens een negatief woord. Een hypocriet, dat was een toneelspeler. Ja. Je gedacht zijn, kijk het maar eens na in de Bijbel, in de concordantie, dan zul je zien dat het vooral ook negatief is. Zoals wij dat trouwens ook vaak negatief bedoelen. Hè? Hij speelt toneel. Hij doet alsof. Het is allemaal schone schijn. En over het algemeen, als wij zeggen hypocriet, dan bedoelen we dat echt negatief. Dat is geen compliment als je zegt van jij bent een huichelaar of een hypocriet. En die hypocrisie van valse woorden. Niet van leugensprekers, zoals de NBG en Statenvertaling zeggen, maar het zijn valse woorden. Pseudo, leugenachtig, logon, woorden. Woorden die de leugen maskeren. Dat is wat je, dat is, als je een leugen wil introduceren, dan moet je dat mooi laten maken. Hè? Dan moet je dat wit pleisteren. Witwassen zeggen ze dan. Dat is weer een andere term. Maar we moeten het in ieder geval mooi laten lijken. En je geeft er een andere term voor. Dat is ook heel, in de communicatie spreken ze dan over frame. Hè? In de hele nieuws doet niet anders dan iets op een bepaalde manier verkopen. Hè? En dan kun je het gewoon dan heb je een modderschuit. Ja, maar als je er een mooie vlag op zet, dan heb je een vlag op een modderschuit. Dan lijkt het heel wat. Ja, maar wat je ondertussen aannemelijk maakt. Hè? Aannemelijk. Ja, je maakt het aannemelijk. En zo op die manier breng je het bij de mensen. En dan
Je kunt van alles op deze manier gewoon verkopen. En dat zijn dus woorden, die pseudologon, dat zijn woorden die de leugen maskeren. En nou kom ik eventjes op nog wat meer specifiek op dat woordje hypocrisie. Ik zei al, hypocrisie is dus eigenlijk gewoon toneel. Maar dat kun je dus op verschillende manieren brengen en verschillende betekenissen hebben. Kijk, je kunt iets bewust voorwenden. Hè? Feinzen zeggen we dan. Hij feinst, hij doet, hij wekt de schijn op, zus, maar het is zo. En dat kan trouwens ook nog heel onschuldig zijn. Sterker nog, dat is vaak onschuldig, want dan spreken we over toneelspel. De bedrogene, tussen aanhalingstekens, die stemt namelijk op voorhand al in met het bedrog. Als u naar het theater gaat, naar een toneelstuk, of u zet de televisie aan en u kijkt naar een film, dat is gewoon een toneelstuk hoor. Dat zijn allemaal mensen die een rol spelen. Terwijl dat helemaal niet de figuren zijn in het echte leven. Ja, dat moet je kunnen. Maar dan ben je dus dan word je betaald eigenlijk om te bedriegen. Ik begrijp eigenlijk ook wel een beetje. Ik heb zelf een reformatorische achtergrond. En in die wereld moest men in het algemeen niets hebben van toneel. Van theater sowieso niet. En trouwens van de bioscoop al even min. Nog erger, geloof ik. Maar de afkeer van... Net zo goed wat Art zei. Van je hebt als gelovig heb je een bepaalde afkeer van kunstmatigheid. Omdat je gelooft juist in het origineel. In een God die we niet kunnen verbeteren of zo. En zo heb je ook een natuurlijke afkeer van toneel. Van schijn. Maar goed... als je het van tevoren weet, dan is het een spel. Ik bedoel dan, ik zeg niet, als ik naar een speelfilm kijk, dan voel ik me niet bedrogen omdat iemand zich voordoet dat hij dat zo heet of dat is, terwijl hij helemaal niet zo heet en dat is. Nee, dat is gewoon part of the deal. Hè? Dat hoort er gewoon bij. En zo ga je naar het theater, de bioscoop, dus dat is toneelspel. Dat is... Maar dan weet zowel degene die bedriegt als degene die bedrogen wordt, die weten, dit is bedrog, oké, prima. Daar kun je hele leuke avonden mee beleven, toch? Ja. Niet waar, Petra? Ja. Ja. Goed. Ja, gisteren hadden we nog een leuke speelfilm gekeken vandaag. Ik snap dat je wil vermaakt worden. Je wil vermaakt worden, precies, ja. Maar er is ook zoiets als, en nou komen we bij dat waar we het over hadden, doelbewust bedrog. En bijvoorbeeld als je in Matteüs 23 leest, dan lees je een hele vlammende reden die de Heer Jezus houdt tegen de leiders, de godsdienstige leiders van zijn dagen. En dat is het zevenvoudig wee over de huigelaars. Gij wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij witgepleisterde graven, heb je over hypocrisie gesproken? Gij huigelaar. 7 keer gebruikt hij daar het woord huigelaar. Hypocriet. Weet je, en dan hij vlijmscherp en ook heel concreet wijst hij aan hoe hypocriet het is zoals men zich verkoopt. Met een stalen gezicht, hè? Een heel vroom gezicht. Eigenlijk eigenaardig, hè? Godsdienstigheid heeft in het algemeen, gewoon ook seculier, hè, in de wereld, de reputatie van hypocrisie. Ja, mensen buiten de kerk begrijpen dat veel beter dan in de kerk. Ja, in de kerk ben ik gewoon heel breed. Want daar, dat, ja, weet je wel, met een vroom gezicht voorin in de kerk zitten, weet je wel, dat zijn over van die uitdrukkingen. En een bepaalde schijn ophouden. Van dat je, dat doen wij soort mensen niet. Dat soort termen. En ondertussen, u kent de uitdrukking, de kat in de donker krijgen. Ja. Maar gij huigelaars. En Paulus en de Heer Jezus, die zegt het ook heel concreet. Het gaat dan trouwens over de leiders van het volk. De godsdienstige leiders, die dus heel duidelijk
Hij heeft het nog niet eens trouwens over dat wat ze leren, maar over hun gedrag. De wijze waarop ze zich opstellen en zich voordoen, voorwenden. Ja, vandaar dat het zo genoemd wordt. Dus dat is, het is weliswaar, het is heel bewust iets voorwenden, hypocriet. Maar het kan een spel zijn, het kan ook heel bedrog zijn. En dan is het echt het meest kwalijke wat je kunt bedenken. Je kunt ook iets onbewust voorwenden. En dan betekent dat je een rol speelt zonder dat je dit beseft. En ook dat kan je weer uitsplitsen, want dat kan twee varianten. Je kan jezelf misleiden. Dan kan je kan bijvoorbeeld, maar dat is haast psychiatrisch, hè, dan heb je een waandenkbeeld. Dan denk je dat je, ik noem maar wat, dat je Napoleon bent. Hè. Of je bent een man en je denkt dat je... Oh, nee, mag ik niet zeggen natuurlijk. Over identiteit. Goh. Er is tegenwoordig heel veel om te doen. Maar... dat is een waandenkbeeld. Je denkt dat je iets bent. En je probeert het ook zo te verkopen. En je gelooft er ook stellig in. Nou, dan misleid je dus jezelf. En dat kan, dat kan echt ernstige psychiatrische vormen aannemen. Maar dat is zelfmisleiding. Je wendt dus iets voor. Maar je gelooft er zelf in. In dit geval... men is onbewust, maar je kan ook door anderen misleid zijn. Dat wil zeggen, je denkt dat je iets bent, niet zozeer omdat jij zelf op die gedachte bent gekomen, maar doordat een ander jou dat wijs maakt. En daarover wil ik graag nog wat meer vertellen. Want dat is namelijk precies wat er gebeurd is in de christenheid. Want ik vraag zich misschien af, hoezo die hypocrisie? Wel, wat ik u wil vertellen... is dat de christenheid en masse, gewoon mainstream, het grote geheel, in een rollenspel is vervallen. En ik zal u vertellen hoe dat ook is gegaan. Kijk, in de vierde eeuw, toen had je een Romeinse keizer, Constantijn, en die werd bekeerd, tussen aanhalingstekens. En die maakten het Romeinse Rijk ineens christelijk. Hij kerstende... of hij christianiseerde, hij verchristelijkte, zo u wilt, het Rijk. En zo werd het christendom eigenlijk van een vervolgde minderheid ineens de staatsgodsdienst. En leidend en heersend, en het was zelfs zo, je moest christen zijn. En er werden in oorlogen, werden met een hele volk werd in de ene kant in de rivier gedreven, en aan de andere kant kwamen ze er als... gedoopte christenen uit. Zo ging dat echt, hè? Hij doopte hele volksstammen gewoon door ze in de ene kant van de rivier erin te jagen. En de andere kant kwamen ze er gedoopt uit. En zo kreeg je een heel christelijk volk. Ja. Dat gebeurde trouwens allemaal, om eventjes een idee te hebben. Zoom ik in op die tijdbalk. Je hebt dus in het jaar 273, toen werd die Constantijn de Grote... geboren. En daartussen in zijn leven heeft hij trouwens ook het concilie van Nicea bij elkaar geroepen in 325. En hij was ook de voorzitter. Moet je nagaan, het was een staatsgodsdienst. Het was dus een vergadering bijeengeroepen door de keizer. De keizer bepaalde dat. Die had ook de agenda voorgeschreven. En hij kon die verdeeldheid in het Rijk ook niet verdragen. En hij wilde dat het moest allemaal per decreet worden opgelost. En nou, hij had een aantal items. En dat hebben ze allemaal gewoon gedaan. En de keizer was daar de leider. Dan weet je op voorhand al dat wat er daar ook besloten wordt, het is fout. Ik bedoel, als je bijbels denkt. Dat een keizer gaat bepalen wat er geleerd moet worden. En dat dan, toen werden daar de leiders van, waren bisschoppen. Er was al zoveel mis eigenlijk. Maar toen werd dus besloten, in belijdenissen. De orthodoxie ontstond toen ook. En toen werd dat bepaald door Constantijn. En toen kreeg je later had je de grote kerkvader Augustinus... Je krijgt een beetje een idee ook, zeg maar, hoe je dat dan in de tijd moet plaatsen. Dat was dus nog na het concilie van Nicea. En Constantijn heeft daar ook op gereflecteerd, op wat er is gebeurd. Ineens was het
Romeinse Rijk christelijk geworden. En wat Augustinus heeft gedaan als theoloog, als kerkvader, heeft hij buitengewoon veel geschreven. En die heeft dat uitgelegd. En toen kreeg je een hele grote shift, zeg maar, in het christendom. En de christianisering, of de kerstening, kerst komt van Christus, hè, christianiseren. De christianisering van het Romeinse Rijk werd, dat was ook de uitleg van Augustinus, de vervulling van het duizendjarig rijk. En je moet je voorstellen hoe dat gegaan is. Al van een verdrukte minderheid was het christendom nu leidend. Ze waren heersend. De keizer was nota bene zelf christen. En de gedachte dat toen al het duizendjarig rijk was was begonnen. Ja, die was heel aannemelijk. Was zo aannemelijk. Augustinus heeft dat ook uiteengezet. Altijd had men de gedachte, die duizend jaar, dat is na de wederkomst van Christus. Maar nee, dat werd toen veranderd. En wat ook heel duidelijk, ook door Augustinus eigenlijk vooral is verwoord, is het etnische Israël, dat wil zeggen het volk van Israël, het Joodse volk, zo u wilt, dat werd vervangen door de kerk. Alles wat eigenlijk de Bijbel zegt over Israël, dat is niet Israël, dat is de kerk. Vandaar ook dat in Nicea, het logisch natuurlijk dat als jij zegt van het Joodse volk, Israël, heeft afgedaan en wij zijn dat nu, dan heb je eigenlijk dus ook geen ruimte meer voor Israël. Want eigenlijk, dat wat zij claimen te zijn, dat ben jij. Dus moet je het afpakken. En vandaar ook dat je in Nicea werd ook gezegd van, toen de paasdatum werd bepaald, dat mag nooit samenvallen met Pesach. Mag niet. Heel duidelijk werd dat toen ook zo besloten. Waarom? Omdat men het was heel antisemitisch. Theologisch antisemitisch. Waarom? In hun theologie was geen plaats meer voor de Jood, voor Israël, voor het volk. En dat God nog een geweldige toekomst voor dat volk gereserveerd. Nee, dat was helemaal geen plaats. Dat zijn wij. Wij, de kerk, het instituut. Dus het etnisch Israël werd vervangen door de kerk. Het duizendjarig rijk waarin de kerk, waar Israël zou regeren over de volkerenwereld. Ja, maar wij zijn dat nu. Wij zijn de kerk. En ja, en toen, ja, Jeruzalem, het heeft allerlei implicaties, allerlei gevolgen. Jeruzalem werd Rome, of, nou ja, dat was nog wel een kwestie apart. Of was dat het nieuwe Rome, Nova Roma. Dat werd dus Constantinopel. Dat is wat tegenwoordig Istanbul heet. Dan gaat het nou even. Het gaat mij nou niet om over die kwestie van wat is nou Rome. Maar het hele idee, de heilige stad. Er is een heilige stad van waaruit geregeerd wordt. Ja. Kerkelijk. Maar ook gewoon staatkundig. Ja, dat is dus Rome. Hè? Zoals dat ooit Jeruzalem was. Alles wordt gekopieerd. En dat is wat ik dus eigenlijk wil vertellen. Wat er gebeurd is, en met name, en dat is, heeft echt vaste vorm gekregen in, ja, vanaf Nicea en vooral vanaf de kerkvader Augustinus, dat het idee van het imiteren van Israël, want dat is wat je doet, hè? Als je een rollenspel speelt, dan denk je, bewust of onbewust, dat jij de ander bent. En dan ga je dus doen wat de ander doet. Dat is heel lastig. Als je probeert een ander te wezen. Ja, dan moet je echt voor geleerd hebben. Een acteursopleiding, dat is echt een vak, hoor. Om gewoon stelselmatig dat goed te doen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als de kerk denkt, wij zijn Israël. Dan betekent dus, alles van Israël gaan wij dus naboots imiteren. Simuleren, heet dat dan ook. En ik ga nu een heel aantal voorbeelden geven. Waarin je die nabootsing inderdaad terugziet. Het nabootsen van een geestelijke stand. De priesters. Israël had een... Ja, er waren de stammen van Israël. Dat was het volk. En er was één stam waaruit de levieten en waaruit de priesters werden gerecruiteerd. Thuis van Aaron. Maar een priesterlijke stand. Hè? De klerers, hè, heet dat.
dat wil zeggen de geestelijke stand. De geestelijken en dan tegenover het volk. De leken. Leken komt van Laos, betekent volk. En er was een hele strikte scheiding, zoals er in Israël ook was. Werd gewoon geïntroduceerd. Ik bedoel, het heeft niets te maken met het onderwijs wat Paulus had gegeven over de Ecclesia. Waarin er maar één hoofd is en waarbij allen broeders en zussen zijn. Nee, maar er kwam een geestelijke stand met een tegenstelling. Ook met de bijbehorende ambtsgewaarden. En het is allemaal imitatie. In feite, als je daarnaar kijkt, is het gewoon een toneelspelstuk, hoor. Dat is eigenlijk wat ik ook zeg. Het is een toneelstuk. En men weet dat niet. Men denkt dat dat zo hoort. Maar als je kijkt naar... Je ziet daar zo'n... Ja, nou, over die vissenbek, daar hebben we het nu verder niet over. Want dat is, dan moet ik het over Dagon gaan hebben. Heb ik ooit wel eens een keer gedaan. Maar... Nou ja, dan heb je zo'n geestelijke stand met al die ambtsgewaden, met die gewaden, zoals een priester en een hoogpriester ook een apart gewaad had, waarin die ze heel duidelijk waren gescheiden of onderscheiden van het volk. Dus maar het is imitatie, hè, dit. Je doet alsof je Israël bent met een priesterschap, maar dat is het niet. En je kreeg ook een nabootsing van rituelen, hè, met de kenmerkende elementen is, hè, de sacramenten, zo wordt dat in de kerkelijke sfeer dan genoemd, genademiddelen, over het aantal, daar is erg veel discussie over, de Roomsen zeggen, die zeggen dat er 7 zijn, de protestanten hebben er over 2, maar een grote nadruk op rituelen, een vorm, iets voor het oog, wat je ziet, en maar dat mag ook dan uitsluitend, die sacramenten, die rituelen, uitgeoefend worden, zoals dat in Israël ook het geval was, door de priesters natuurlijk, hè, door de geestelijke stand. En ook bijvoorbeeld de boetedoening, hè, de biecht. En trouwens, met name de Rooms-Katholieke Kerk is heel erg geritualiseerd, net als de Grieks-Orthodoxen, de protestanten, de Calvinisten wat minder. Maar toch... En dan, ook dan is het de priester die jou dan ook vergeving kan schenken. Maar het is imitatie. En wat in Israël een gerechtvaardigde plaats van Gods wegen had, heeft men gekopieerd, overgenomen. Maar het is nep. Ja, het is gewoon een toneel. Men heeft ook de besnijdenis nagebalst. Hoe gaan ze dat in hemelsnaam nou doen? Nou, dat is heel simpel. Het is een kerkelijk leerstuk en het doopformulier zegt: in de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Zo staat, ik sta letterlijk citaat, hè? Zo uit het doopformulier. Dus zoals Israël haar kindertjes, haar jongetjes besneed, zo, nou ja, in dit geval is het dan niet beperkt meer tot alleen jongetjes, maar elk kind wordt dan gedoopt. Maar waarop wordt dat? Het gaat mij nou even niet om de doop, het gaat mij om het hele idee dat. Men zingt dan ook, ik weet er alles van, men zingt bij zo'n gelegenheid ook Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het front met Abrahams, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Ik weet het nog heel goed hoor, vind ik zelf eigenlijk. Hoewel het al zo lang geleden is, ja, dat ik het zo zong. Het is een prachtige psalm overigens, daar niet van. Maar als jij dus denkt dat dat verbond met Abraham en, dat de, en de instelling van de besnijdenis, dat voor het nageslacht van Abraham, dat wij dat kopiëren, nabootsen, dan ben je puur met toneelspel bezig. Anders niet. Wat ik nu zei over de doop, is in plaats van de besnijdenis gekomen, men heeft ook de Sabbat gekopieerd. Elke zondag wordt zeker in ons Calvinistisch Nederland, wordt de wet gerezen. En dan zegt: gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Daarom zult gij geen arbeid. En elk gewoon kerkmens die dus in de kerk zit, die denkt, en zo wordt het ook geleerd, dat is de zondag. Dat wat over de Sabbat gaat. Je hebt ook de eerbiediging van de Sabbat. Daarmee bedoelt men niet dat je de Sabbat viert. Nee, een dag later. Het is ook zo, als het nou nog gewoon echt overgenomen was,
Zoals trouwens tegenwoordig met name gepromoot wordt door Messiaans beleid. Nee, door van dat soort Messiaanse groepen. Daar zit iets nog, in ieder geval, ik ben daar niet van, bepaald niet. Maar het is in ieder geval origineel. Die houden in ieder geval de rituelen, de vorm in stand. Die zeggen, nee, de Sabbat is de Sabbat. En daar moet je niet de zondag van maken. Maar het is dus, het is ook, ja, eigenlijk je op een kilometer afstand ruik je al dat het bedrog is. Het loutere feit dat je de zondag verkoopt als zijnde een Sabbat. Ja, maar er zijn velen die dat echt zo denken. Hè? Ik bedoel, ik zie nu allemaal verbaasde gezichten van hoe komen ze erbij? Ja, dat komt dat u inmiddels wellicht beter weet. Maar dit, zo wordt het verteld. De meeste mensen denken dat echt. Ik herinner mij nog een gesprek met een collega van Petra. Die was een theoloog. En ja, die was echt verbaasd toen ik zei, ja, maar de Sabbat is wel wat anders dan de zondag. Hij was verbaasd dat ik dat kon beweren. Huh? Ja, dan geloof je dus echt erin. Dan zie je ook dus dat dit maar niet zomaar hypocrisie is. Maar het is wel toneelspel. Dat wel. Ja, en de zondag kwam dus in plaats van de Shabbat. Ook niet alleen de Shabbat, maar ook de hoogtijden in het algemeen werden gekopieerd. Dus, oké, de wekelijks in zin, dus de Shabbat. Maar ook allerlei hoogtijden die op Israëls kalender stonden, de hoogtijden des Heren, die God aan het volk waren gegeven, ja, die werden gekerstend. En in feite, die kerstening is eigenlijk, dat is een vorm van judaïseren. Men verjoodst de boel, maar op een bepaalde manier. Namelijk door een christelijk tintje aan te geven. En Chanukah werd kerst. En dan heb je de Pesach, dat werd Pasen dus. Maar het is kopie, hè? Het is echt een valse kopie ook. En trouwens nog datering en qua bepaling van wanneer is het zelfs antisemitisch, durf ik te zeggen. En het wekenfeest, dat werd Pinkster, eigenlijk is dus, dat het hetzelfde, maar dat is allemaal gewoon overgenomen. En ik denk zo, maar die weet ik niet helemaal zeker. Je hebt ook bijvoorbeeld met name in de protestantse of de calvinistische kerk, heb je de dankdag voor gewas en arbeid. Maar dat is eigenlijk ook weer een aftreksel of een kopie van dankdag voor gewas. Het Loofhuttenfeest, waarin ook nadat de oogst was ingezameld, werd dat dankbaar gevierd. En dan heb ik het nog niet eens over allerlei vormen die dan weer passen bij die dagen en bij die hoogtijden. Maar het is gekopieerd, het is nagebotst. En in de Ecclesia, ja, daar tellen hoogtijdagen voor de blijmoedigen, dat stond trouwens al in Spreuken, is het elke dag feest. En wij leven altijd in die nieuwe schepping. Er zijn geen speciale dagen. Of wij eren alle dagen. Ja, er zijn niet. Die kalender van Israël is niet voor ons bedoeld of zo. Dat is het hele idee. Maar goed, als je denkt dat je Israël bent, dan neem je dat dus over. En als je dat niet gaat, dan geef je daar een bepaalde slinger aan. Dan kersten je het, dan christianiseer je het. Maar ook dat geldt ook voor de Israëls liturgie. Met de wetslezing. Elke zondag wordt bijvoorbeeld de woorden gezegd. Ik ben de Heer uw God die uit het diensthuis Egypte. Ja, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Ja. En, dus ja, dat wordt gezegd aan Israël. Maar zij zijn Israël. En Fons Jansen die zei. Mag ik hem zeggen? Oké, dat is een conferencier, een heel aantal van u zullen misschien de naam niet eens meer kennen, maar dat was een conferencier, die maakte veel godsdienstige grapjes en die zei van, de dominee riep, om 10:00 zondagsmorgens, we zijn bevrijd, maar pas om 11:30 werden wij uit het diensthuis uitgeleid. Ja. Die fonds, had er wel verstand van. Maar de wetslezing.
Maar wat dacht u van hoe elke kerkdienst, in ieder geval voor de protestantse kerk, wordt afgesloten met de hoge priesterlijke zegen. Die alleen trouwens de hoge priester mocht uitspreken, nummer 6. De Heere zegen u, behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over uw lichten, geef u vrede. Nou ja, die frase mag trouwens ook alleen de dominee doen, de geestelijke stand. Het opheffen van de handen, dat mag niet zomaar een gewoon kerklid doen. Nee, dat is bestemd voor een geestelijke stand. En dat heeft men dus ook overgenomen. En van een heleboel van die dingen zou je op zich nog kunnen zeggen van, nou ja, er is wel wat voor te zeggen. Het is een prachtige zegen toch. En over de wet, daar kunnen wij toch veel uit leren. En het is toch geweldig om God te danken voor de oogst die je binnen... Jawel, maar dit is, maakt deel uit van een heel... Het concept is nabootsing van Israël. En dat maakt het vals. En zelfs trouwens, alleen maar men zingt uit de bundel van Israël eigenlijk. En begrijp me goed, ook hiervan geldt weer de psalmen. Geweldig boek natuurlijk. Boeken, trouwens, 5 boeken. Allemaal liederen, en waren zo profetisch. Maar het is niet, de waarheden die wij kennen, worden daarin niet uitgedrukt. Dus ook dat is het louter feit dat men inderdaad daar zo mee bezig is, is ook weer typisch dat nabootsen, zelfs ook van Israëls hele liturgie en eredienst. Hier kan ik vrij kort over zijn, maar zelfs de kerkbouw, de hele architectuur van een kerk, is ook in feite nabootsing, namelijk van de tempel. Zo worden trouwens kerkgebouwen heel dikwijls genoemd, tempels. Het moet vooral mooi zijn, zoals de tempel van Salomo prachtig en fraai was. Maar ook de vormen, uiterlijke praal. Dat is een heel verhaal hoe de architectuur van kerken weer terug te brengen is inderdaad tot de tempelbouw. Trouwens ook weer met plekken die exclusief toegankelijk zijn voor de priester. Dat is dan vooral voor de Rooms-Katholieke en andere orthodoxe kerken. Daar mag alleen de priester komen. En ook trouwens met een altaar. Wat dacht je daarvan? De voorhof. Ook dat zijn allemaal begrippen die in de kerkelijke architectuur een grote rol spelen. 2 zuilen. Nou, je zou zelfs kunnen zeggen dat in de familie Pieten dat ook zelfs nagebootst is. Bij de 2 jongens. En die heten inderdaad Boas en Jagin. Maar het loutere feit dat de kerken deze structuur hebben met die 2 zuilen aan de voorkant. Dat idee is in feite de weerspiegeling van het idee van dit is eigenlijk een tempel. En trouwens, ik kan me nog heel goed herinneren hoe ook in de Calvinistische kerken, hoe de kerk iets sacraals heeft. Dat was iets geheiligs. En ik weet wel dat daar bijvoorbeeld als daar een bazar gehouden werd, dat mocht eigenlijk niet zomaar in de kerk gebeuren. Want ja, dat is toch wel een heilige plek. Dus dat hele idee van dat het toch de tempel is, ja, dat zit er gewoon ingebakken. Maar het is allemaal kopieergedrag, hè? Het is rollenspel. Dit wordt best wel groots. Maar de nabootsing van Israëls politieke en militaire rol. Ik bedoel eigenlijk, ik heb het nou niet over wat er nu gebeurt in Israël. Maar ik heb het over zoals dat ging in de dagen van de Bijbelse dagen. Dat Israël een dominante rol speelde in de volkerenwereld. Denk aan David en vanuit Jeruzalem. Hoe de volkeren werden onderworpen. Maar ook hoe eigenlijk kerk en staat verenigd waren. En hoe er heilige oorlogen werden gevoerd. De oorlogen des Heren, de oorlogen van Yahweh. Ja, voor Israël was dat inderdaad reëel. Maar op het moment dat de kerk dat ging kopiëren, ja, dat wordt het echt heel onheilig hoor. En er zijn zoveel heilige oorlogen gevoerd. Dit zijn de kruisvaders, weet je wel, met de vlag van het kruis. En dan gingen ze ook naar Jeruzalem om Jeruzalem te bevrijden ooit. Toen ze dachten trouwens dat de 1000 jaren voorbij waren. Hey. Dus echt hè. Het loutere feit dat men zo rond de millenniumwisseling, de eerste millenniumwisseling, dat men toen naar
Palestina wilde en Jeruzalem wilde bevrijden, had te maken met de gedachte dat het je duizendjarig rijk voorbij was. En toen zou het gaan gebeuren. Ja, men dacht toen namelijk dat het duizendjarig rijk 1000 jaar zou duren. Wat een vrij logische gedachte toch is. Hè? Maar, dat is dus heel... Dus daaraan zie je trouwens ook dat je met imitatiegedrag altijd door de mand valt, uiteindelijk. Zij dachten dat het duizendjarig rijk voorbij was. En toen dat toch niet bleek, toen heeft men vervolgens de leer aangepast. En gezegd, het duizendjarig rijk, het getal 1000 is gewoon symbolisch. Dat moet je gewoon zien als een lange periode. Ja, zo. En zo is de gedachte van we leven in het duizendjarig rijk gewoon intact gebleven. Alleen de duizendjarigen zijn geen 1000 jaren meer. Dus zie je hoe geniepig dat doorwerkt? Ja, er zijn vele heilige oorlogen gevoerd. Allemaal in de naam van Christus. Maar hoe onheilig was het? Het geeft ook wel weer aan hoe zeer men daarin ook... Ja, wat de enorme ernst ervan is en de fatale gevolgen ervan als je met dit soort nabootsgedrag, imitatiegedrag bezig bent en hoe je volledig ontspoord raakt. Ook, wat dacht u hiervan, dus de negende, de nabootsing van Israël. Men dacht, als je Israël bent, dan hebben wij dus ook de roeping die Israël had. En de roeping van Israël is toch vrij evident, is dat via dat volk Gods koninkrijk hier op aarde gevestigd zou gaan worden. Dat is wat de kerk ook dacht. En vooral ja, sinds dagen van Constantijn en de theologie van Augustinus, kon dat allemaal zo worden gebracht. En nog steeds zitten we met die erfenis. En alle volkeren zullen worden gemaakt tot discipelen. Ja, maar dat gaat God doen via het volk van Israël. Hè? En men dacht dus dat de kerk het bruggenhoofd is om de wereld te veroveren. Ja, over dit laatste punt is nog veel meer te zeggen. Ik wil het hier even bij laten. Het gaat mij puur om het punt van die nabootsing. En dan kom ik bij het laatste punt. En dat is... Ja, en daarmee wil ik ook afsluiten. Want de nabootsing van Israël is een ontkenning van Israël. Ik zei zoiets al even eerder. Namelijk op het moment dat ik zeg van... Ik ben jij, ik ben jou. Hoe zeg je dat? Dat betekent dus dat... Jij geen recht van bestaan meer hebt. Dus jij moet genegeerd worden, ontkend worden of in het ergste geval uitgeroeid worden. Want er is geen plaats voor jou, want ik ben dat. Dus dit imitatiegedrag, stel je voor jij denkt dat je Napoleon bent en je komt het echte Napoleon tegen. Ja. Nou, dat kan ook heel verhelderend zijn. Hè? Misschien dat je illusie dan ineens, dat je de ogen dan open gaan. Nou, Napoleon kom je nou niet zo gauw meer tegen. Maar dat is het niet alleen, dat is niet alleen het kwalijke. Het is niet alleen maar diefstal. Het afpakken van de identiteit en de rol van de ander. Het is ook dat je dus niet eens begrijpt wie je zelf bent. Voelt u die? Die is net zo belangrijk eigenlijk. Het is niet alleen maar dus dat je iets van de ander afpakt. Maar je maakt jezelf iets wijs wat je niet bent. God heeft een andere bestemming. En dat is het hele verhaal. Met die nabootsing van Israël. Dat hele rollenspel. Dat toneelstukje. Dat kerkje spelen. Nou, eigenlijk Israël spelen. Dat hele idee. Dat komt. Men heeft totaal geen idee van de roeping en ook van de bestemming van de Ecclesia die God zich vandaag verzamelt, het lichaam van Christus. Op het moment dat je dat zou weten, als je dat weet wat het verschil is. Maar als je denkt de kerk is Israël, ja, dan heb je daar totaal geen sjoegen van. Dat begrijp je niet. Dus het miskent ook je eigen identiteit. Het is zo belangrijk te weten wie je bent. Ja, dat geldt persoonlijk. Maar in het algemeen. Wie ben ik eigenlijk? Ja. Who am I?
Ja, dat is de grote vraag. Dus dan heb je eigenlijk, in feite is de kerk in een identiteitscrisis, om zo te zeggen. Ze heeft geen idee van wie ze is. En ze kopieert dat van een ander. En ze weet niet, en ze miskent, wie ze zelf van Gods wegen is. En dat ze dat de Ecclesia, dat lichaam van Christus, een hemelsvolk is. En die aan wie alle geestelijke zegeningen zijn gegeven. Ja, nee, ze zijn aards. Het is allemaal zichtbaar. Het moet ook, dat is trouwens ook wel zo handig bij een toneelstuk, hè? Dat is echt zo. Ja, ik bedoel, de waarheid die wij kennen. Ik bedoel, dat wat God zegt over wat wij in Christus hebben. Dat zijn geestelijke dingen, dat is hemels. Ja, probeer dat maar eens in een toneelstukje duidelijk te maken. Er is niks te zien. Het is heel saai ook. Geen rituelen, geen mooie uiterlijke. Nou ja, we zitten hier in een prachtig zaaltje daar niet van. Maar ik bedoel, dat is geen kathedraal. Hè? Geen rituelen, geen mooie ambtsgewaarden, geen mooie gebrandschilderde ramen. Mooie... ik wou zeggen geen mooie muziek, maar prachtige muziek. Maar snapt u, het hele idee dat je via de zintuigen de mensen aanspreekt. Nee, wij hebben niks voor het oog. Geloof is uit het horen. Er valt heel veel te horen. Maar te zien valt er nu niks. Dat is een tegenvaller en dat is vooral heel lastig als je een toneelstukje wil spelen. En daarom... Ja, dat was ook een reden waarom dat toneelspel wordt opgevoerd. Geen rituelen. En alles, en dat is het laatste, alles is nu ook verborgen. En namelijk in Christus. En niet zo lang geleden hebben we het daarover gehad. Ons leven, hè, in die gedaan met Christus opgewekt zijt. Zoek dingen die boven zijn. Waar Christus is. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Totdat. En die dag is ook nabij. Maar ik hoop dat ik u hiermee iets duidelijk heb gemaakt. Hoe concreet en hoe reëel. Ook hoe gevaarlijk en fataal zelfs. Dat hele rollenspel is. Wat de kerk, de christenheid in het algemeen 20 eeuwen heeft gedaan. Nou, daar wilde ik voor vanmorgen graag bij laten. Ton, wil jij nog wat mooie muziek? Want te horen valt er veel, hè? Ja, ja. Ja, we hebben twee coupletten. Van dit lied, dit is het lied van met de melodie van één in de naam van Jezus. Is dat goed? Ja. Eén couplet en één refrein. Ja, ja. Wij zijn tezamen verbonden in Christus onze Heer. Hij doet ons daarvan zingen in vreugde tot zijn eer. Wij mogen dagelijks zoeken de dingen van omhoog. Daar immers is het leven, vestig daarop het oog. Eén blond gemaakt met Christus, gekruisigd met hem zijn. Samen met hem begraven, voorgoed in zijn domein. Samen met hem verrezen, in leven zonder eind. Hemels met hem gezeten, in als hij straks verschijnt. Zullen we onze hemelse Vader nog dank zeggen. We danken u Vader voor dit samen zijn. Voor het feit dat we de schriften mochten openen. En dat we bij het licht daarvan ook mogen wandelen.
en ons denken ook hervormd wordt, zoals u gesproken hebt. En Heer, we danken u dat we zo ook profetisch naar de dingen mogen kijken. Niet alleen maar wat er nu gaande is in de wereld, maar ook wat er in de afgelopen 20 eeuwen is gebeurd. En hoe ooit de apostel Paulus al het zijne heeft gezegd van Gods wegen. De geest zegt nadrukkelijk hoe het zou gaan. En dat we daarop bedacht hoeven mogen zijn. En dat we dat ook ter harte kunnen nemen. En Heer, het is zo waar. Hoe de hele christenheid is vervallen. En masse in toneel. In een rollenspel. In het nabootsen en imiteren. Zonder zich te realiseren wat het volk dat God zich vandaag uitroept werkelijk is. Heer, we danken u dat we dat zo ook mochten bedenken, overdenken. Bij het licht van uw woord. En leer het ons naar waarde te schatten. En we danken u bovenal dat we samen mogen komen rondom een woord. En inderdaad, alles is vandaag verborgen. Dat maakt het soms ook heel moeilijk. Want het streelt niet de zintuigen. Maar wat is het geweldig om ons bewust te zijn van de dingen daar omhoog, waar Christus is, ons leven. En wat een dag zal het zijn als alles openbaar gaat worden en wij met hem zullen gaan verschijnen. We danken u, Vader, voor dit samen zijn. We danken u voor deze dag. En laat het licht van uw woord maar rijkelijk in en vanuit ons leven zo ook schijnen. Tot eer van uw naam. Amen. We zingen straks nog één lied. Een loflied. Heer God, u loven wij. Heer, u beleiden wij. De redder van het gans heelal. Dat bent u straks al in al. En wat verder volgt. Maar voordat het zover is, wil ik nog even het collectezakje laten rondgaan ter bestrijding van de onkosten.
naam ter eer. Heel uw schepping door, in zin tot u in koor. Heilig, heilig, heilig de alleen wijze God. Hem zij eer en lof. Hem leeft u en beweegt u, op hem hoopt u, hem gelooft u. Amen. In hem leeft u en beweegt u, hem beleidt u, in hem bent u. Hartelijk dank, Ton. En er rest mij alleen nog even te wijzen op de agenda. Deo Volente, de avonden of bijeenkomsten die nog in de planning staan. Over 2 weken hopen we hier weer bijeen te zijn. Dat is de laatste zondag van de maand, de 28e. En ik wil nog even wijzen op wat ik al gedaan heb, maar bij herhaling. Aankomende donderdag heb ik dus, mag ik een studie geven in Capelle. En over de 4 koninkrijken in Daniël 2 en 7. En dan zal het vooral gaan over een goddeloos zionisme. Die moet ik uitleggen, maar dat ga ik ook doen. Nu niet meer dus, ja. Maar het is buitengewoon boeiend en ook actueel, mag ik wel zeggen. Ja. Dus bij deze heb ik u daarvan ook op de hoogte gesteld. En ik wil nog uiteraard even wijzen op de boekentafel, waar alles zomaar gratis, om niet, staat uitgestald. Ja, en niet alleen maar uitgestald, maar u mag het ook nog gratis om niet meenemen. Jazeker. Ja. En hartelijk dank ook weer voor allen die deze samenkomst mogelijk hebben gemaakt. Daar komt nog heel wat bij kijken. Hartelijk dank. En ik zou zeggen, lieve mensen, nog een hele goede zondag. Tot ziens en God zegen. Ja.